Dag jongens, het is 4:15. Ik heb vanaf 9 uur 's ochtends aan de Eindhoven Recap gewerkt en hij staat bijna live. Het is een behoorlijke video geworden, want er zijn behoorlijk wat dingen gebeurd en het was echt een super vette wedstrijd. Ik voel mijn benen, ik kan niet anders zeggen. Normaal gesproken doe ik altijd tof dat ik snel herstel en zo. Ik hoop dat ik hier snel van herstel, maar deze gaat niet ongemerkt voorbij. Ik ben zo blij met de tijd. 2 uur 20 minuten en 27 seconden, wat echt, ja. Ik had het niet gedacht dat ik aan het begin van het jaar nu in de 2:20 zou lopen. Dus super blij ermee. En ja, de race recap staat klaar. En deze week wordt dus even rustig aan doen. Nu in ieder geval de video live zetten. Ik wilde jullie even zeggen dat over het algemeen Smurl altijd heel tof doet. Maar hij was nu echt wel heel tevreden met mij. Toch Young Smurl? Ja. Kijk, hij zwijgt nu, want normaal zegt hij wel, maar hij zwijgt omdat hij toestemt. Gisteren zei hij tegen mij dat hij echt wel heel trots op me was. Hij ging zelfs heel even bij me zitten in plaats van bij Chrisja, wat nooit gebeurt. Dus Smurl is ook heel trots op mijn tijd. Dankjewel Smurl. Kijk, hij is nu een beetje verlegen, want hij wil niet dat jullie het weten. Maar het is waar. Goeiedag, het is vandaag dinsdag. De benen voelen al iets beter, maar nog steeds echt duidelijk aanwezig dat die marathon is geweest. Ik sta vandaag in de krant, dus we gaan hem even halen, dus ik ben wel benieuwd. Ik heb vanochtend video geëdit, reels gemaakt en wat klanten dingen gedaan. Dus ja, dit is een beetje het normale leven zonder trainen. En vanaf misschien morgen of overmorgen eens kijken of je weer een loopje kunt doen. Dus we gaan nu even het krantje halen. Kijk jongens, het AD van vandaag. Bam! Emiel Berghout scherpt zijn PR aan. En dan een heel stukje. Helemaal zo over Emiel. Hartstikke goed. En dan een foto van mij. Zie je? Tijdens het Eindhoven zie ik er wel net anders uit. Om te herstellen van de pittige marathon gebruik ik vaak deze. Sommige mensen zeggen dit werkt niet, het is alleen maar in je hoofd. Sommige mensen zeggen het is nice. Het interesseert me eigenlijk vrij weinig wat mensen zeggen, want voor mij is het gewoon lekker. Het voelt goed aan en het geeft me het idee dat het beter wordt. Dus een massagegun. En die doe ik dan op de hamstring. Want die voel ik nog wel. En een klein beetje op de kuiten. En dan zit ik zo een beetje in het kantoor te werken en tegelijkertijd de benen te masseren. Of de kuitjes. Gaat wel al beter jongens. Oké, jongens, ik had net gezegd dat ik niet ging lopen vandaag, maar ik weet niet, het is lekker weer. En ik wil gewoon even een klein stukje lopen, een beetje kijken hoe het voelt. Dus het gaat een heel klein loopje worden. Ik denk een klein rondje van max 10 kilometer op echt een hele langzame pace. Om even te kijken of ik door actief herstel een klein beetje de beentjes wat meer te laten doorbloeden. En hopelijk ietsje snel te kunnen herstellen. Op zich voelt het allemaal weer wat beter aan, dus het gaat vrij snel. Dus dat is lekker. Ja, we gaan dus eventjes een klein stukje lopen en dan horen jullie zo meteen hoe dat gaat. Smurl, hè? Smurl is zo trots op mij. Ik heb het eindelijk toegegeven, jongens. Smurl was trots op mij. Al zei hij wel dat hij denkt dat ik die sub 2:20 wel had kunnen doen. Dus dat vond hij wel een beetje pussy, maar voor de rest was hij trots. Smurl? Mijn oortjes waren een beetje op. Volgens mij heeft die wasmachine beurt nog niet helemaal goed gedaan. Dus het wordt een headphone van Chrisja. Dus ik zie er heel hip uit nu. We gaan lekker 10 kilometer lopen op een hele rustige pace. En het voelt eigenlijk wel goed. Ik voel mijn benen niet echt. Alleen als ik er op, zeg maar, duw op de plekken waar ik kramp heb gehad natuurlijk wel. Maar als ik loop niet echt. Dus rustig aan gaan we lekker dit loopje doen. 10 kilometer. Gaat goed. Goeiedag, vandaag is het woensdag en de kuiten voelen alweer een stukje beter. Het is buiten 19 graden en het is half oktober, dus ja, gelukkig niet op een zondag, want dan was het wel een stuk lastiger geworden. Toen was het lekker koel, dus nu is het weer wat warmer. We gaan lekker een stukje lopen, pakken de broeks. Lekkere demping, kunnen we goed het duurloopje op doen. Worden 10 kilometers, dus niet te veel. Het is deze week gewoon een beetje actief herstel. Af en toe een loopje en ja, niet te gek. Ik wil ook nog iedereen bedanken die een video heeft gestuurd. Iedereen die Smurl heeft geroepen. Iedereen die een berichtje heeft gestuurd. Echt, jullie support is zo top geweest. En ik ben daar heel dankbaar voor. Dus het is zo tof om te zien dat mensen worden geïnspireerd. En mensen het leuk vinden om die video's te kijken. Want daar krijg ik echt heel veel energie van. Dus dankjewel voor al jullie reacties, video's en alles. Want het verslag is top geworden. Heel erg trots op hoe het uiteindelijk is uitgepakt. En de tijd. En we gaan natuurlijk doortrainen. We gaan lekker naar Kenia. Dus heel veel zin in. Maar nu gaan we lekker even een duurloopje doen. 10 kilometer met deze jongens. So let's go. We hebben het tweede loopje van deze week gelopen. En op zich gaat het prima. De benen zijn oké. Het zijn loopjes die gewoon op een hele lage pace is, echt herstelloopjes. Het zijn ook maar 10 kilometertjes, dus niet te veel. Ik zou ook aanraden om gewoon niet te snel weer heel veel te gaan trainen. Maar ik wil gewoon een beetje actief herstellen en ja, op die manier doe ik dus toch wel wat loopjes. Maar ja, het hoeft niet per se, dus je kan gewoon lekker rusten de week na de marathon. Maar ik vind het lekker om ook een klein beetje te lopen. We zijn vandaag de hele dag bezig met edits voor de greenscreen. Dus daar zijn we nog steeds goed mee bezig. De video's worden echt wel top, dus dat is tof. Smurl is in ieder geval hier bij mij. En nog 2 weekjes. En dan gaan we naar Kenia. Dus ik vind het wel spannend, jongens. 2 weken naar Kenia. Oh. Nog spannender dat ik 3 weken Kisha niet zie, maar ja. Dus daar gaan we naartoe. Dus ik kijk er heel erg naar uit, maar ik vind het ook wel heel spannend. Dus dat is wel vet. We gaan nu even douchen, even lunchen en dan gaan we weer verder met de greenscreen werkzaamheden. Oké, boys en girls. Ik ben benaderd door Mizuno om de halve marathon van Amsterdam te lopen. Nou weten ze dat ik die niet heel hard kan lopen, omdat ik natuurlijk net die marathon heb gelopen zondag. Maar ik mocht me gewoon meelopen, dus dat is hartstikke tof. Dus zondag ga ik gewoon op een niet al te snelle pace, wel een beetje doorlopen, een halve marathon lopen. Hartstikke leuk, dus als je ook meedoet, laat even weten. Dus je kan weer Smurl roepen aan de zijkant als je er bent, dus super vet. Halve marathon ga ik lekker lopen en ja, dit keer op een meer relaxte manier, wat ook wel fijn is. En ik ga jullie daar zeker in meenemen, dus een mooie video komt eraan. In Amsterdam, halve marathon, hartstikke top. Kijk, kijk eens wat ik hier heb hangen. Ah. Nederlands kampioenschap medailles. Ik kwam het toevallig even tegen hier in mijn kamer. Oké, ik was hartstikke blij met mijn oortjes, maar ik had ze dus een keer in de was gedaan. Dus ik heb nieuw moeten bestellen. Dit is geen ad, deze heb ik gewoon zelf moeten bestellen. Dus nieuwe oortjes, ik ben wel fan van deze. Dat zijn de Soundcore Liberty oortjes. En ze zijn een beetje hetzelfde als die iPhone oortjes, alleen dan een stuk cheaper, dus dat scheelt. Maar zijn ze, deze waren 69 euro. En je hebt noise control en weet ik het wat voor gedoe allemaal. Dus dat is wel relaxed. Alleen ja, wat je niet moet doen is je in de was doen, dus het is wel een beetje mijn eigen schuld. Dus vooruit, ronde 2. Nieuwe oortjes. Tadaa! Dus dat is wel weer chill. Voor Kenia, ik dacht oké, ik moet wel even nieuwe hebben. Nieuwe oortjes. 5. I'm going to haal Domino's pizza. Oh, ik heb zo trek aan pizza. Ik weet dat mensen altijd haten op Domino's. I don't care, ik vind het nice. Dus vandaag hot and spicy pizza. Zonder ui, met ham. Ah. Oké, het is even tijd voor een herstelwijn. Het is een Primitivo geworden. Weet je, voor de race. Oké. Goedemorgen, het is donderdag en de benen beginnen op zich wel aardig weer goed te voelen. Dus dat is mooi. Ik had een zware nacht, mijn hele neus zat helemaal verstopt. Gelukkig in het midden van de nacht was het weer een beetje beter, maar veel door mijn mond ademen en dan krijg ik echt keelpijn. Dus dat was wat minder, maar het is vandaag een dagje dat we binnen heel veel gaan werken, want we moeten nog veel dingen afmaken. Dus vandaag goede kantoordag. En er komen wel wat leuke dingen binnen, dus dat laat ik jullie zo zien. We gaan vrijdag richting Amsterdam om daar zo 2 nachtjes in een hotel te zitten en uiteindelijk de halve marathon te lopen in een hele Mizuno kit. Dus dat is wel hartstikke tof. Daar ga ik jullie ook in meenemen. Maar allereerst even ontbijten. Goedemorgen. Tijd voor koffie. Ah! Er is weer wat binnen, jongens. Let op, hè. Here we go. Bam! Een nieuw bordje, want hij moest geüpdate worden van Cityshape. Super bedankt. Maarten van Eindhoven. Mooi inhoud met alle zieke tussentijden, want die gingen echt top. Ja, super vet, jongens. Oh, wat mooi. 220 hier, jongen. Super nice. Hartstikke bedankt, Cityshape. Deze wordt nu geüpdate. Die andere gaat naar mijn kantoor en deze blijft staan in de woonkamer, want we hebben een nieuw PR. Pap, pap, pap. Super, thanks. Gelijk aan, hè. Daar is die. Promotieman. Precies. De Mask King. 1 april. 1 april. Het klinkt als een grap. Is niet. Is niet. Is niet. Oké, nou mooi. Gefeliciteerd, jongen. Box voor de promotie. Jij ook, hè? Met je clubrecord. Clubrecord, ja. Ik heb hem gepakt van je. Hoe voelt dat? Hoe voelt dat? Ja. Weet jij het niet met anders? Nou, dat vind ik dan wel fijn om te horen. We gaan een klein stukje lopen, hè? We gaan geen gekkigheid doen, want ik ben net een beetje nog verder 10 kilometer. 10 kilometer? Ja, kom op. Ja, prima. 12 misschien. 12 misschien. 12 dan. 12. Stand een rondje, 15. 12 doen we. We gaan het 12. Nick en ik gaan lopen. Ik en ik. Maar niet meer. Dat kan iedereen zeggen. Niet meer dan 12. Niet meer dan 12? Nee, niet meer dan 12 kilometer. Maar in ieder geval een deelstond, toch een deelstond? Want daarna gaan we pizza eten. Bij? Opasso? Nee. La Bella Rosa. La Bella Rosa. Ik weet dat. Jullie zitten daar altijd. Daar lopen we, jongens. Nick en ik. Nick en ik. Nick en ik. Nick die heeft het zwaar. Echt? Ja, want hij wil meer trainen, maar het lukt niet, want hij is gepromoveerd. Oh ja, gepromoveerd. Hey. Maar groot probleem is dat ik aan het verbouwen ben. En hij is aan het verbouwen. En een kind. En een kind. Wat dacht je daarvan? Ja, dat schijnt niet handig te zijn. Sinecure, zeggen ze dan, hè? Hey, en horen jullie het pasritme? Altijd gelijk, hè, bij ons. Oh. We lopen altijd synchroon, onbewust. Precies. En dat terwijl mijn benen 5 keer zo lang zijn. Ja, je moet langere pas nemen eigenlijk. Nee, kortere. Kortere pas? Ja, jij langere. Ik langer. Maar okay. We lopen 4,40, 4,35. Oh, 4,25. Voelt best wel zwaar. Ah joh. Zal ik pizzaatje eten? Ik ben nog niet helemaal recovered, maar goed. We gaan ervoor. Yeah. Even kijken. Nou, tik hem aan. Niet. Manjaro. Oh nee. We gaan even de video kijken, want Nick had hem niet gezien. Nick gaat even een review geven over hoe ik het heb gelopen. Kijken of er nog wat pluspuntjes, minpuntjes zijn. We gaan het zien. Manjaro. Maar hij is eerst bezig met Manjaro. We gaan het vieren en waar gaan we eten? Bella Rosa. La Bella Rosa. Nick gaat mee naar La Bella Rosa. We gaan. To La Bella Rosa. Rosa, la Bella Rosa. Post. 1, 2, jongens. Blink. Ja, doe dan. Oh, dit is altijd zo, hè? Wow. Yay. Proost, jongens. Nou jongens, dit waren weer de eerste dagen na de marathon van Eindhoven. Ik merk dat ik wel een beetje ziekig ben. Ik ben wat verkouden, neus zit al verstopt, slapen is een beetje lastiger. Ik denk dat het komt, na de marathon heb je natuurlijk veel energie verbruikt. Dus dan ben je gevoelig voor wat verkoudheidjes. En iedereen om me heen is ook wat ziekig. Dus het komt niet uit het niks. Goed, het maakt op zich niet zoveel uit. We gaan gewoon rustig herstellen deze week. Dus ik heb wat loopjes gedaan, maar gewoon alles doucemal en rustig aan. Vrijdag gaan we naar Amsterdam toe. Om daar zo in 2 nachtjes in een hotel te zitten. En uiteindelijk zondag de halve marathon van Amsterdam te lopen op een wat rustigere pace. We gaan niet te gek. En dat is vanuit Mizuno, dus dat is wel hartstikke leuk. Dus daar krijgen we ook wat spulletjes van om te testen. Dus daar kunnen we gelijk mee gaan lopen. Daartussen heb ik ook nog een opdracht in om op te nemen. Dus ik ga ook nog een beetje heen en weer op zaterdag en op zondag. En op maandag is die opdracht pas klaar. Dat is een lange opdracht. Ja, wel heel veel zin in ieder geval om dat te doen. Dankjewel voor het kijken. Het herstel is heel goed gegaan, jongens. Dus dat wil ik wel even zeggen. Mijn benen voelen echt wel prima aan. Alleen lichamelijk ben ik een beetje meer gedamaged. Maar dat is meer omdat ik een beetje ziekig was. Dus we gaan vrijdag, zaterdag gewoon niet lopen. Gewoon lekker rustig aan. We gaan een beetje in de stad hobbelen. En genieten van een klein beetje Amsterdam ook een keer. Dus ik ben benieuwd of dat gaat lukken. En in ieder geval hartstikke bedankt, jongens, voor het kijken. Ik ga jullie meenemen in de halve marathonwedstrijd. En ja... Bedankt voor het kijken, like en subscribe en dan zie ik jullie bij de volgende video.